Yo guys en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe je BMX een kleurtje kan geven in GTA 5. Zoals jullie hier zien heb ik al twee rode BMX hangen. Inderdaad, ik heb ze al gelijk al een kleurtje gegeven. Ik heb ze eigenlijk al. Maar ik ga nu in ieder geval in deze video aan jullie laten zien hoe je ze dus een kleurtje moet geven. Je gaat als eerst naar je telefoon. Ga je naar internet. Dan ga je naar Travel and Transport. Dan ga je naar beneden scrollen en dan zie je uiteindelijk pedal en metal. En dan moet je naar je BMX toe gaan die je wilt. En dan moet je, jongens, dit is een hele belangrijke stap, dit goed onthouden. Dit, jongens, dit moeten jullie heel goed onthouden. Dan moet je naar de home button gaan. Dan ga je weer naar Travel en Transport. Dan ga je een beetje naar beneden, dan zie je uiteindelijk Legendary Motorsport. Klik je daarop en jongens, dit is ook een hele belangrijke stap. Nu moet je één nauwkeurige auto kiezen. Want als je een andere auto kiest, kan je hem dus niet veranderen in een ander kleurtje. Dus je gaat helemaal naar beneden, kijk goed in het midden. Tot en met je deze auto ziet. De Truvada, denk ik. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Z-Type. Als je die hebt, klik je erop en dan moet je de kleur die je zelf wilt, moet je aanklikken. In dit geval voor mij rood. En dan ga je naar de klok toe, hierboven. En daarom moet je hem heel goed onthouden, omdat hij dan hierbij staat. Als het goed is, is dit hem. Ja, dat is hem. En dan klik je op order. En als het goed, is, wordt hij dan naar jouw eigen garage gedeliverd als het goed is. Dus dat was zeg maar de tutorial die ik aan jullie wou laten zien hoe je BMX een kleurtje kan geven in GTA 5. Hij wordt nu naar mijn garage delivered en dan heb je uiteindelijk gewoon letterlijk een BMX met een kleurtje. Er zitten ook geen andere dingetjes aan. Hij gaat niet slomer of wat dan ook. Het is gewoon letterlijk een BMX met een andere kleur. En liever natuurlijk ook een like als je deze video wat aan hebt, als je letterlijk dit ook hebt gebruikt. En abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video, livestream of wat dan ook.